Ik ga de originele bekleding iets anders aanpassen. Aan de achterkant hebben ze hier voeglood aangebracht en ze hebben de muur aan de achterkant gestuukt. Ik wil dat niet meer, want dit gaat altijd scheuren. Ik ga dus de achterkant ook bekleden met zink. Het voordeel daarvan is dat het jarenlang meegaat. En mochten er wat scheuren ontstaan in de muur, dan is het gewoon achter het zink en dan is het gewoon lekker waterdicht. Nou, we hebben alles goed voorbereid. Het enige wat we niet konden plannen is het weer. Ze geven aan dat het zo meteen gaat regenen. Ik ga wel het risico nemen. Ik ga het zink gewoon weghalen. En mocht het toch hard gaan regenen, ik heb een zeiltje bij me. Dus ik kan het wel redelijk goed afdekken. En het enige weer wat zij goed kunnen vertellen is het weer wat geweest is. De makkelijkste manier om het zink eruit te halen is door in het midden te slijpen. En daarna ga ik hem in 3 stukjes in de breedte doorslijpen. En dan kan je hem zo eraf trekken als het goed is. Maar eerst je bescherming om, want dat is echt belangrijk. Hier zijn we het laatste stukje zink aan het verwijderen. Maar toen kwamen we een onverwachte verrassing. Er was namelijk houtrot. En dat konden we niet zo laten en moest zeker hersteld worden. En Abdoel, die is daar al mee begonnen. Ik ben alvast begonnen met het eerste stukje zink bij de afvoer. En dat is hoe het hoort. Altijd beginnen bij het laagste punt. En dat is vaak bij de afvoer. Hier ben ik de hoeken aan het uitknippen. Ik vind het fijn om met een rechte en een linkere schaar te werken, omdat je zo de hoeken heel mooi kunt knippen. Ik had ervoor kunnen kiezen om de hoeken strak te knippen, maar dat vond ik hier niet zo mooi. Dus ik moest wel mijn handtekening achterlaten en lekker met de flow knippen. Om een goede sterke naad te krijgen, dient het zink goed tegen elkaar gedrukt te zijn. En dat doe ik door om de 5 cm een hechting te geven en het in model te kloppen met een lichte bankhamer. Ik gebruik soldeertje voor zink, dit smeer je op het overlappende en onderliggende deel. Zink kun je solderen met soldeerstaaf 40-60, een legering van 40% lood en 60% tin. Je kunt ook soldeerstaaf 50-50 gebruiken, maar die wordt vaak bij koper gebruikt. Bij het solderen is het belangrijk dat je soldeerbout goed op temperatuur is, dus niet te heet, want dan ga je door het zink heen en als die te koud is, dan vloeit je soldeer niet goed, waardoor je een zwakke soldeernaad krijgt. Ik leg hier mijn soldeerbout op het overlappende deel, voeg soldeer toe en trek mijn soldeerbout terug met een lichte druk naar beneden. Blijf rustig en kijk goed wat er gebeurt en vooral niet stressen als het even niet gaat. Je kunt het en je gaat een mooi stukje werk achterlaten. Tijdens het solderen zet het zink uit door de warmte. Dus het kan zijn dat je zink onder spanning komt en het overlappende deel naar boven trekt. Je kunt je soldeernaad niet in één keer solderen, maar je dient het in etappes te doen. Elke keer voordat je de bout weghaalt, druk je met de zijkant van je soldeerstaaf het overlappende deel naar beneden totdat je soldering opstijf en dof wordt. En daarna ga je vrolijk verder. Als je klaar bent kun je je soldeernaad schoonmaken met een vochtig doekje. Hier gebruik ik een ander soldeerbout. Deze is breder en zwaarder, wat handig kan zijn als je lange soldeernaden moet doen. Want door het gewicht van het bout hoef je niet zo hard te drukken. Het nadeel is wel dat je na een dag solderen een lamme arm kunt krijgen. En zoals je ziet, ook hier doe ik het in stukjes van 20 cm. Hier ben ik de muur aan het bekleden met zink. Inmiddels is het een dag later. Het had in de avond geregend en het zink was al dof aan het worden. Maar dat heeft het plezier niet kunnen drukken. Het moeilijkste van het solderen zijn natuurlijk de verticale naden. Dit kan je op verschillende manieren solderen. Je kunt eerst je naad van boven naar beneden dichtvloeien en daarna ruggen. Je kunt hem ook direct ruggen van boven naar beneden. Of op z'n Rotterdams. Van beneden naar boven en dan krijg je een rupsvormige soldeernaad. Maar hier in Den Haag zeggen we, in Rotjeknol kunnen ze niets van. Grappig hoor, nee hoor Rotterdam, wij houden van jullie soldeernaden. Maar het is natuurlijk het beste om ze allemaal te beheersen. Als je goed kijkt zie je dat zink al een beetje dof begint te worden. Hij creëert een bepaalde laag. Patina laag en daardoor wordt hij dadelijk heel mooi mat
licht zilvergrijs. En dan is hij echt op zijn mooist. Nu zie je allerlei gekke vlekken erop. Dat geeft niks. Maar dat ziet er niet zo heel mooi uit. Dus eigenlijk als je er echt van wil genieten, moet je over 2 weken terugkomen. Dan is hij heel mooi egaal zilvergrijs. Het was wel echt bewerkelijk, maar dat hoort nou eenmaal bij zinkwerk. En ik weet het niet, jongens. Zinkwerk, dat vind ik toch echt een van de leukste skills die je moet beheersen als allround loodgieter. Je moet vindingrijk zijn, je moet creatief zijn en je moet direct een probleem kunnen oplossen. En het leukste eigenlijk daarvan is, je hebt eerst gewoon een plaat zink en dan maak je allerlei vormen van. En je kan dus zoiets maken. Geweldig, jongens. Ik vind het echt top. Ik hoop echt dat je ervan van deze video hebt opgestoken. Wil je meer van zulke video's zien? Laat het me weten. En ik zal er proberen rekening mee te houden voor nu. Oh ja, wacht even. Ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal. Dan blijf op de hoogte. En vergeet niet een dikke like te geven. Voor nu. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye!